Hallo. Lennox. Hey, leuk te ontmoeten. Ja, zeker. Nou, ja. Jij bent niet zo gediend van de democratie. Nee. Ik doe er niet aan mee. Klopt. Oké, nou, ik ga toch proberen je over te halen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik vond haar heel spontaan overkomen, in eerste instantie. Ja, zeker. Goede babbel. Ja. Ken je Ancilla überhaupt? Nee. Je kent haar niet? Nee, ik ken haar niet. Nou, stel jezelf voor, Ancilla. Nou, ik ben lijsttrekker van de Piratenpartij. En wij zetten ons in voor meer directe democratie. Okay. Maar ook burgerrechten in een digitale samenleving. Okay. Dus dit is ook wel een hele mooie plek. Omdat dit natuurlijk allemaal pre-digitaal was. Ja, klopt. Hey jongens, ik heb muntjes hier voor jullie. Ja. Dus de bedoeling ook dat jullie elkaar een beetje leren kennen, maar ook een beetje lol hebben. Ja, ik ben echt slecht. Ja. Wanneer heb je gewonnen? Weet ik niet. Nou, wie vond jij, volgens mij? Je hebt 93 goed gehad. Oh! Als je wilt dat hij op jouw partij gaat stemmen, dan moet je hem laten winnen. Ja, dat is ook zo. Dus laat hem gewoon winnen. Ik moet toch een beetje het vrouwelijke ras verdedigen, dat we niet de zwakkere zijn. Weegt dat zwaarder dan een stem? Ja. Serieus? Shit. Er wordt helemaal niks meer Piratenpartij. Nou. Kom op, Lennox. Kom op. Kom op. Hoe kijk je naar de politiek? Kom op. Ik heb het gevoel dat de jongeren zich er eigenlijk sowieso veel te weinig mee bezighouden. En nu is het echt, iedereen is op zijn eigen mobiele telefoon. Dus zijn eigen informatie aan het inwinnen. Waardoor ze ook een keuze hebben van wat wil ik wel of niet lezen. Ja. Als je al niet meer tv kijkt, dan krijg je al helemaal niks meer mee. Maar op Facebook of zo zie je dan niet berichten? Ja, maar dan scroll je er langs. Ja? Ja. Je hebt het ook niet met vrienden erover of zo? Nee, kijk, ik zelf wel, omdat ik altijd wel geïnteresseerd ben, omdat ik op veel plekken heb gewoond en veel verschillende culturen heb meegemaakt. Ik heb in New York gewoond, ik heb in Thailand gewoond, oh, wow. Ik heb in de Caribbean gewoond. Dus ik heb veel verschillende culturen en ook politiek meegemaakt. Ja. Dus ik ben altijd wel zelf wel geïnteresseerd in geweest, maar... Als de politiek iets voor jou kan doen, wat zou dat dan zijn? Wat zou dat zijn? In grote lijnen, minder belasting betalen. Ja. Oké, dan moet hierin, denk ik aan. Ja? Hij moet dan bij mij. Ja. Oké. Okay. Je hebt echt wel leuk gedaan. Nee. Oké. Shit. Eigenlijk. Ja. Nou. Als je in de Tweede Kamer komt, hoe denk je dat jongens of Stennis bijvoorbeeld te betrekken in het hele politieke proces? Juist door het ook toegankelijker te maken. En dat is eigenlijk heel makkelijk in deze tijd. Doordat we nu toch wel het internet hebben. Waarbij we heel makkelijk dingen kunnen voorleggen. En ook mensen inspraak kunnen bieden. Je ontkomt er ook niet aan. Per definitie niet. Er is ook zo'n spreekwoord dat zegt... If you don't do politics, politics will do you. Mm. En dat is ook een beetje hoe ik erover nadenk. Op een gegeven moment had ik ook niemand meer... waar ik vol vertrouwen in op kon stemmen. Toen dacht ik, nou... Ik doe het zelf. Dan ga ik het zelf doen. Ja.